gasten, Johnny Sessie. En vandaag ga ik commentaar geven. Ik speel op Cargo, Team Deathmatch. En laten we gaan beginnen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laten we dus gaan beginnen. Vandaag is het onderwerp waar ik graag over wil hebben is GTA 5. Ik weet, het is niet echt een spel om het over GTA 5 te hebben, maar er is iets cools aan. Want sinds... Even denken... Sinds... Vandaag of gisteren kwam er uit de opmerking dat... is dat GTA 5 drugs bevat. Dit is uitgekomen door de ESRB rating. Die doen ook games op leeftijd beoordelen. Het spel heeft zelfs naakte topless stukken. Dat is echt best wel, ik heb tot nu toe nooit een GTA gezien. Rockstar wil echt controversieel te werk gaan in GTA 5. Wow, snel potje. A shame for defeat. In ieder geval, sorry voor het Team Deathmatch. Voor de onderbrekingen. Let's get in and out. Maar clean. Waar ik het dus over heb, want ja, GTA 5. En dus er komen drugs GTA 5, je kan nu wiet roken. Je kan alcohol zuipen. Je kan alcohol drinken. Dat is echt gewoon. In ieder geval, dat staat in het bericht die je nu ziet. Dus er is heel wat mogelijk. En dit is allemaal door de ESRB bekendgemaakt. Voor de rating. Dus het is mogelijk om wiet te roken in GTA 5. Dus als ESRB zegt het waar. Dus ja, ik wou dit wel. Ik vond het wel leuk als ik in GTA gewoon kan drugs gaan gebruiken. Ik ben benieuwd wat de effecten zijn in GTA 5 van de drugs. Ik had ook gehoord dat je cocaïne kan snuiven. En ik hoop dat dat leuke tafereelen oplevert. Dat je voor het helemaal gek wordt en zo. Maar dat lijkt me erg leuk. Verder zit er dus ook ja, heel apart. Maar in de ESRB rating staat dat in GTA 5. Dat je daar seks kan hebben met lijken. Ja, met lijken. Necrofielen of zoiets, seks. En ja, dit is best wel gek in een GTA-serie. Die heb ik tot nu toe bij Rockstar nooit gezien, maar dit komt uit in de ESRBB-rating. Van het verslag, die wordt getypt voor het verkopen van het spel. Dus dit is erg interessant. Kunnen wij straks in GTA 5 lijken gaan meten? Het zal heel raar zijn, maar je weet, GTA is vaker al helemaal wauw gegaan op het gebied van controversialiteit, dus je weet maar nooit. In ieder geval, dus er zijn ook, staat er in die tekst dat er, dat je nu ook topless, met topless strippers hebt. En dat het, dat er ook naakte stukken in zitten. En ja, dit is de eerste keer dat ik in een GTA game dat er naakt in een spel zit. Van GTA. En dit gaat denk ik naar wat controversialiteit zorgen. Dat is de bedoeling ook van Rockstar denk ik. Die willen echt controversialiteit echt gewoon hebben. Echt gewoon doen. Want het zorgt voor wat meer spanning in het spel. Zo, ik weet niet waarom ze het doen, maar het heeft denk ik een reden. Het is nou niet zo dat ze het zomaar doen. Dus ja. En dus GTA 5 wordt zeker te weten een geweldig spel. Super grote wereld en we zijn natuurlijk ook benieuwd of dit spel naar de PC komt. Veel PC-gamers willen GTA 5 en kan niet. Ik ga persoonlijk GTA 5 spelen op mijn PlayStation 3. Ik ga mijn PlayStation 3 zelf bewaren voor dat spel. Dat is best wel ziek, maar dat betekent dat ik echt heel veel om GTA weet. Ik heb er zin in. Het wordt denk ik een heel ultieme goede GTA game. Ik kan niet wachten om deze game te spelen. Vooral ook de wereld. De wereld is echt zo groot. Dat heb ik nog nooit gezien. En het zit vol met leven. Ik ben zo benieuwd naar de mogelijkheden in de wat je allemaal kan doen. Het hunten naar dieren. Het is allemaal heel nieuw, maar echt super cool. Ook de GTA Online lijkt me echt geweldig om te doen. Maar ja, ik ga dat spel op PlayStation 3 halen. Dus dan ga ik de PlayStation 3 maar weer uit de stof halen. Dus ik kan geen gameplay maken voor GTA 5, sorry. Want ik heb zelf geen... Capture card.
En dat hoeft ook niet, want ik heb mijn PlayStation 3 gebruikt bijna niet meer. Maar ja, dat is dan jammer. Maar ik heb er wel zin in. En ik denk dat GTA 5 een game of the year wordt. Ik denk de beste game is. Ik zeker. Veel gamers hebben hierop gewacht. Het is echt serieus. Het is echt geweldig. Het is een GTA voor elk GTA fan zoiets. En nog even wat over Ghost. Dus in Ghost is er nu de Gamescom is aan de gang. En er zijn 3 nieuwe games aangekondigd. Call of Duty Ghost is ook aan. Natuurlijk is er was er ook bij. En we weten weer wat nieuws. Want ze hebben weer laten zien hoe Creative Soldier werkt. Daarbij heb ik een link staan in de beschrijving. Veel mensen kunnen Call of Duty Ghost vandaag spelen. In de Gamescom. En ja, verder is er heel veel gameplay, dus ik kijk er naar uit voor mensen die het spel hebben gespeeld. Ik maak natuurlijk wel weer gameplay voor ja, de beta is natuurlijk al gestuurd naar de commentatoren die het lessen op YouTube. Zo veel reclame, heel handig. Van Activision. En Infinity wat. Maar verder, ja, Call of Duty Ghost wordt natuurlijk weer een hit, dat is logisch. Maar ik zie GTA 5 ook goed doen. Echt waar, ik zie GTA 5 echt mooi scoren halen. Ik zie GTA 5 scoren, echt. Ik zie Ziggs te weten wel echt laten zien wat ze kunnen. Dus ja, dat is het wel zo'n beetje over game news. En daarna nog wel voetbalnieuws voor mensen die van voetbal geïnteresseerd zijn. Ik heb gisteren PSV tegen AC Milan gekeken. En ik vind het echt een geweldige ploeg. AC Milan is echt niet normaal goed met Kousharabi. Al zat je wel veel tijd terecht. En daar deed ik me helemaal kapot aan. Ik weet niet of die anderen daar ook heel veel aan hebben. Maar dit was gewoon erg irritant. Gelukkig is dat nou wat meer beter geworden. Dit is allemaal live van. Dit is live gameplay. Serieus, allemaal live gameplay. Want ja. Ik had de zin op te nemen en ik dacht van. Dus ja, ik heb het allemaal live op dit moment. Dus het kan soms zijn dat ik. Maar doe niet. Ik heb gewoon een game gepakt waar je gewoon praat, dus het kan een slechte gameplay bevatten. Maar niet meer. Reloading. Nou, 1913, dit was het gesprek over de games. En ik heb jullie de Sims 4 stand ook nog aangekondigd. Ik wil ook nog gaan kijken, maar dat was het dus. Laten we kijken naar deze line-up. En sorry voor dat ik geen awkward moments 4 heb gemaakt. Op dit moment ben ik druk bezig met school. In ieder geval, dit was Johnny 6. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Geef een likeje en abonneer op mijn kanaal. En wat een true gamer. In ieder geval, dit was Johnny 6. En ik zie jullie gasten later.